In Amerika rijden nogal wat auto's rond die wij in Europa niet kennen. In Californië kwam een correspondent de Nissan Pulsar tegen. Bij een sportwagen denk je aan twee stoelen en een achterbakje. Normaal gesproken kunnen er dan een chauffeur en één passagier comfortabel in zitten. En met wat moeite kan er een tweede, opgevouwen passagier achterin mee. De Pulsar heeft echter een losse sportbak. En hierdoor is het een bijzonder sportwagentje geworden. Omdat hij omgetoverd kan worden tot een echte vierzitter of tot een sportieve bestelwagen. De eigenaar koopt met een auto in feite drie uitvoeringen. Een sportwagen, een kleine besteller en een mini pick-up truck. De Pulsar heeft een 1,6 liter motor met 4 cilinders, 12 kleppen en 90 pk. De weglegging is zeer goed. Voor en achter is er een stabilisator. Er is stuurbekrachtiging en normaal een 5-versnellingsbak. Ook een automaat is leverbaar. Met de sportbak is er veel bagageruimte. Zonder sportbak kan ook met een open achterkant gereden worden, waardoor de mini pick-up truck ontstaat. Een open sportwagen met T-bar wordt de Pulsar als de stalen dakdelen verwijderd worden. De Nissan Pulsar Compleet kost in Amerika ongeveer $12.500, zo'n 25.000 gulden. Als je hem zelf nieuw gaat importeren, komt daar in totaal zo'n 20.000 gulden aan belastingen bij. De vergelijkbare Ford Probe kost in Amerika zo'n $15.000 en in Nederland circa $56.000.